Hallo allemaal. We gaan vandaag dit cupcakeje maken met een kersje. En ik heb hem ook gezien met een kraaltje hier. Maar ik heb geen kraaltjes, dus ik ga het jullie zo laten zien. En dan ga ik nu vertellen wat we nodig hebben. En dan kunnen we beginnen. Je loom natuurlijk. En die staat zo. De pijl wijst van je af. Openingetjes van je af voor als je geen pijl hebt. En middelste rij steekt eentje uit van de twee buitenste rijen. En van de elastiekjes hebben we 11 bruin nodig. Cupcake kleur. En 3 voor de kers. Of eentje en een kraal. Maar ik doe het gewoon zo, want ik heb geen kralen. En 18 geloof ik. In de kleur van het glazuur. En we gaan beginnen met de kers. Je pakt je haak erbij en je gaat 1 elastiekje en daarna nog 1 of gewoon 2 tegelijk om je haak draaien 3 keer. Zodat je dit zo erop krijgt. En dan pak je die derde en je haalt dat er overheen. Heb je een kraaltje, dan doe je in plaats van die 2 elastiekjes zo eromheen draaien gewoon dat ene elastiekje dat ik hier heb door het kraaltje heen. En hij gaat bij mij nu mis. Ik ben er nooit zo goed in, zoals jullie misschien wel weten als je vaker mijn filmpjes kijkt. Ik ga gewoon even opnieuw. Hopelijk lukt die dan wel. En hij zit, jee. Oké, dan maak je er een beetje een rondje van. Dat het zo zit. Dan zet je hem op je loom hier bij de eerste 2 middelste pinnetjes. En dan gaan we verder met het glazuur. Ik gebruik dus lichtroze. En we gaan eerst aan allebei de kanten met 2 elastiekjes tegelijk steeds schuin naar boven. Dan nog 2 naar boven op alle 3 de rijtjes. En dan gaan we hier naar binnen. Hier naar binnen. En op het midden ook naar binnen. Zodat we dus dit rondje hebben. En ik zei op het begin 18 van het glazuur. Het spijt me, het zijn er 16. Dan gaan we hier met de cupcake kleur naar beneden. Hier ook. En ook weer in het midden. En schuin naar binnen aan beide kanten. Zo dus. Dan heb je nog 1 elastiekje over van de bruin. En die draai je er 2 keer omheen. Zodat hij dus een capband van 3 ringetjes heeft. En dan pak ik een ijzeren haaknaald. Want ik wil zeker weten dat mijn andere niet breekt. Draai ik hem om. Dus de openingetjes zijn nu naar jou toe. En dan ga je achter de capband van 3 ringetjes dus. Dan pak je de bovenste 2 elastiekjes. Bruine elastiekjes, dat zijn deze bij mij. Je kunt ze ook via de zijkant pakken. Dan heb je de goede sowieso. En ik heb er nu maar 1 tegelijk, zie ik. Niet erg, dan ga ik er gewoon weer in en pak ik nu de laatste. En dan heb je zo'n druppelvorm. Ga je er weer in en pak je de volgende 2. Die gaan naar links schuin bij mij. En de laatste 2 bruine, die gaan naar voren. Dan gaan we hierin. Die bruine naar voren. Zelfde aan de andere kant. Heb je nu dus dit. Als je dat hebt gedaan, dan ga je hierin. In het midden pak je de bovenste 2. Die gaan hier naar voren.
Dan de volgende twee gaan naar links. Gewoon steeds waar ze vandaan komen. En als ik iets te snel ben, moet je de video gewoon op pauze zetten. En ja, dan heb ik dit. Dan ga je hierin en naar voren met twee roze elastiekjes. Ook aan de andere kant. En in het midden. En dan, als we dat hebben, kunnen we de twee schuine elastiekjes doen. Hou dus hierin. En die gaat schuin naar het midden. En ook aan de andere kant. Hebben we dit helemaal af van het glazuur. En dan kunnen we nog deze doen. Dat is er maar eentje. Helemaal onderaan. Oh, ik zie dat die breekt bij mij. Verdorie. Ik ga jullie nu laten zien hoe je dit moet fixen als hij bij jou ook afbreekt. Dat laat ik er altijd in zitten, want ja, het zou zomaar bij jullie ook kunnen gebeuren. En dan wil ik wel dat jullie weten hoe je dat oplost zonder dat je hem helemaal uit elkaar hoeft te halen. Dus, je pakt gewoon weer twee elastiekjes, draait ze om je haaknaald heen. 3 keer, voor die kers. En dan doe je weer 1 elastiekje erop. En daar gaan ze allemaal overheen. Dan maak je er weer een rondje van. Net zoals we op het begin hebben gedaan van die kers. Trouwens, als hij bij jou dus niet is afgebroken, wat ik niet hoop voor jullie, dan kan je hem gewoon even doorspoelen. Maar dan zetten we 1 kant hierop. Trouwens, de kant waar die het langste is, want we willen de kers een beetje hieronder. En dit gedeelte, waar dus nu je haak in zit, dat zet ik heel even op dit pinnetje hier. Zo dus. En dan ga ik hier overal doorheen. En dan pak ik hem. Duw ik dit even omlaag. En dan ga ik hem dus van dit pinnetje af pakken. Moet het wel lukken, ja. Haal ik hem even hier. Nou, ja, of je kan hem proberen te pakken. Maar dat gaat dus bij mij niet, want ik heb niet zo'n erg goede haak. Anders pak ik hem gewoon even en dan. Doe ik hem hier op. En dan hou je de spanning erop. Hou je hem er doorheen. Wat dus weer niet gaat. Oh, ik kan hier niet zo heel goed tegen. Vooral niet als tijdens een video fout gaat. Want. Je moet tijdens video's wel eens vaker, heel vaak opnieuw, omdat er dan iets fout gaat. En dat is echt behoorlijk irritant, geloof me. Maar het is heel moeilijk om op camera, want ik zit er zo van de zijkant voor. Dus dat is een beetje lastig. Spijt me, dit is best wel irriterend ook voor jullie, denk ik. Maar ik doe mijn best. In ieder geval, je moet hem er dus zo doorheen krijgen. Waar ik duidelijk niet goed in ben. Ja, hij zit. Oké, geweldig. En dan doe je dus weer het andere deel op dit pionnetje waar hij zat. Dit deel moest er sowieso overheen. Dus hij hoeft niet meer op het pinnetje. Die plaats je gewoon zo naar de overkant. En dan hebben we hem. Jee. Oké. En dan zit hij dus op de overkant, hier. Dan gaan we de onderste hier zo, halen we hier overheen. En dan trekken we deze aan. Je hoeft hem nog niet hard aan te trekken, we kunnen hem later nog meer aantrekken. Gewoon een beetje. En dan gaan we van onder af eraf halen. Behalve deze, die hou je er nog niet af. Zo. Nu kun je voorzichtig ook deze eraf halen zonder dat die laatste eraf gaat. En dan pak je
die laatste en trek je hem verder aan. Maar doordat dit kersje erop zit, zit hij hier helemaal niet strak. Gewoon, hij zit eigenlijk een beetje los. Dus daarom ga ik er nu een knoopje in maken. Doe ik hem gewoon tussen mijn vingers. En zo maak ik een knoopje. Tenminste, dat probeer ik dus. Oké, ik vind het best wel irritant. Als me iets niet lukt, dan kan ik daar nooit. Dan vind ik dat echt nooit leuk. In ieder geval moet je hier dus een knoopje in zien te maken. Als iemand daar een hele gewoon een goede manier voor heeft, dan mag hij me dat graag ergens vertellen. Maar ik heb hem uiteindelijk. En dan heb je hier je cupcake. Na veel gestruggle. Maar ik heb hem. Met een leuk kerstje.